Nederland. Ik hoorde alleen dat er een 55-jarige man was aangehouden op verdenking van de moord. Dat was dan waarschijnlijk de partner, geloof ik. En die geruchten blijken waar, want de levenspartner van de vermoorde dominee uit Ubbergen zit vast. Dat er iets misging, dat is wel duidelijk. Een bejaarde man in Nijmegen parkeerde zijn auto op deze manier. En je zou schapen het nieuwe koper kunnen noemen. Hele kuddes worden gestolen. Goedenavond, het is maandag 1 oktober. Dit is het nieuws. De 55-jarige levenspartner van de doodgevonden dominee Dick Piersma uit Ubbergen zit vast en wordt verhoord. Piersma's lichaam werd zaterdag gevonden in zijn woning in Ubbergen. Hij is met geweld om het leven gebracht. Het is de derde moord in korte tijd in de Ooi. Bij het huis van de vermoorde dominee Dick Piersma is het vandaag rustig. De buurt heeft bloemen neergelegd en er zijn kaarsjes voor hem aangestoken. De moord is ingeslagen als een bom. De dominee en zijn partner waren graag geziene mensen in het dorp. Velen die het homopaar goed kenden, kunnen zich eigenlijk niet goed voorstellen dat dominee Dick Piersma door zijn partner om het leven zou zijn gebracht. Ja, daar wordt verteld. En hoe langer het duurt, hoe meer je denkt het zou wel eens kunnen. Maar dat is helemaal afgrijzelijk natuurlijk. Want ze waren toch al wel behoorlijk lang bij elkaar. Gingen samen op vakantie, hadden allebei hetzelfde werk. Dus dat is echt onbegrijpelijk. De moord op de dominee maakt veel los in het dorp. Bij de plaatselijke supermarkt is het het gesprek van de dag. De dorpelingen zijn aangeslagen. Zeker als je bedenkt dat dit de derde moord in 3/4 jaar is in de Ooi. Ja, dat kunnen we laten koud op het dak. Maar nou wordt. En dat bied je te veel in de gemeente, hè? Hoe is het in godsnaam mogelijk? Het lijkt zo rustig dorp, maar uiteindelijk wordt het toch wel gevaarlijk. Even de moordzaken op een rij. Dit voorjaar wordt het stoffelijk overschot van Nicky Mann gevonden langs de Vlietberg. Hij was eigenaar van een Chinees restaurant aan plein 1944 in Nijmegen. En dan is er natuurlijk de spraakmakende moordzaak Kekerdom, waar de politiechef Jan Petter in zijn woning annex wietkwekerij zichzelf en twee anderen doodschoot. En dan nu dus de moord op de dominee. Ja, ik weet niet wat er nog meer gaat komen, maar ik hoop dat het snel ophoudt. Want het is niet echt plezierig. Want veel mensen maken zich ook gewoon zorgen om. Dat kun je ook wel merken. De politie is volop bezig met het onderzoek en wil voorlopig geen verdere mededelingen doen over de zaak. En de levenspartner van de vermoorde dominee wordt morgen voorgeleid bij de rechtercommissaris. Het lijkt een stunt, maar zo was het niet bedoeld. Een bejaarde man belandde vanmiddag met zijn auto op een andere auto bij het Canisius Wilhelmina ziekenhuis in Nijmegen. De man had vermoedelijk zijn auto geparkeerd bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Toen hij daar weg wilde rijden, ging het mis. De wagen schoot in volle vaart achteruit en miste op een haar na het huisje met parkeerautomaten. Vervolgens werd de auto gelanceerd door een betonnen muurtje. De wagen schoot de heg over en belandde midden op een geparkeerde auto. De bestuurder die kwam met de schrik vrij. Er is een schapenbende actief in Midden-Nederland. Dat is de stellige overtuiging van belangenorganisatie LTO. Vanaf juli zijn er in onze regio al op 10 verschillende locaties schapen gestolen. Afgelopen week nog bij boer Wilbert Verriet uit Erlecom. De politie is een onderzoek gestart. De helft van zijn schapen is hij kwijt. Gestolen uit de wei in Erlecom. Schade die niet zomaar te vergoeden is en die gevolgen heeft voor de komende jaren. Nou, dat ik 41 schapen kwijt ben uit de wei. Al 40 jonge ooitjes van fokmateriaal die ik dit jaar aangehouden heb, uitgeselecteerd heb op genetische vooruitgang. En 1 goede dekram. Dus het scheelt voor mij 40 ooien die volgend jaar niet meer aflammeren. Maar wie die schapen nou weghalen? Volgens schapenboer Verriet is er overeenkomst tussen de roof van zijn schapen en die van de roof in Ammerzoden een maand geleden. In Ammerzoden staat er een grijze terreinwagen met een houten trailer erachter op camerabeelden. En ik heb ook mensen die gezien hebben dat er bij mij in de wei een grijze trailer met een grijze auto met een houten trailer achter in de wei gestaan heeft. Dus hetzelfde vervoermiddel als in Amazone? De kans is heel groot dat dat hetzelfde vervoersmiddel is. Dus dat het ook om dezelfde personen gaat die dat doen. Belangenorganisatie LTO bevestigt het verhaal van een mogelijke bende. Nou, we hebben de laatste tijd zijn we zo vaak geconfronteerd met diefstallen dat we heel erg verwachten dat er nu wel een lijn in zit en dat hier een groep actief is. En ook nog eens professioneel.
En om herhaling te voorkomen is boer Verriet extra voorzichtig. Ik houd tot nu toe mijn schapen gewoon bij huis. Dus deze liepen niet bij huis, maar ik hou ze tot nu toe maar eens even bij huis. Ondertussen houden meerdere politieregio's zich bezig met de schapendiefstallen. Het Openbaar Ministerie in Arnhem gaat in cassatie tegen de vrijspraak van de twee verdachten van de moordzaak A73. De twee mannen stonden terecht voor de liquidatie van wietteler Hans van Genen op de A73 bij Nijmegen in 2008. Ze werden onlangs in hoger beroep vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Ze kregen wel straf voor het betrokken zijn bij hennepteelt. In de gemeente Doetinchem sluiten vanaf volgend jaar twee bibliotheken. Het gaat om de vestigingen in Gaanderen en De Huut. De Biep in Wiel die sluit waarschijnlijk in de zomer van volgend jaar. De sluitingen hebben te maken met de bezuinigingen van de gemeente Doetinchem. Op alle basisscholen in Gaanderen, De Huut en Wiel komen bibliotheekvoorzieningen. Vorig jaar werd er nog actie gevoerd tegen de plannen. Toen zijn er 2000 handtekeningen verzameld en aangeboden aan de gemeenteraad. Wie wil trouwen bij de Sint-Nicolaaskapel in Nijmegen zal dat moeten doen zonder klokgelui. Want de bronzen klok is van de kapel gestolen. 4 jaar geleden werd de Sint-Nicolaaskapel in het Valkhofpark in Nijmegen voorzien van een bronzen klok aan de gevel. En nu hangt er alleen nog in de kapel een klein klokje dat meer weg heeft van een deurbel. En die is nou niet bepaald geschikt voor een bruiloft of doop. De juiste klanken kwamen van de grote bronzen klok, hier op 5 meter hoog aan de gevel en die afgelopen weekend is gestolen. Pijnlijk voor de Valkhofvereniging die de klok met de grootste moeite op de kop tikte. Dat is verschrikkelijk, dat die na 4 jaar trouwendienst opeens verdwenen is. De klok van 30 centimeter groot is losgeschroefd en meegenomen, mogelijk met behulp van een ladder of simpelweg door goed klim- en klauterwerk. De bezoekers van de kapel hebben er geen goed woord voor over. Ja, ik kan me er alleen maar kwaad over maken. Ik vind dat men heeft daar met hun tengels aan af te blijven. De Valkhofvereniging heeft aangifte gedaan en hoopt dat de klok snel opduikt. Laten we dat hopen, dat ook met de media-aandacht, dat iemand toch denkt van god, dat is wel heel vervelend voor die club. Laten we hem gewoon weer snel terugbrengen. Ja, het ene moment ben je aan het werk, het andere moment hou je de wacht op het schoolplein. Het is het principe van schooldelen. Zometeen ziet u meer. Bij Museum Brombeek in Arnhem is een monument onthuld voor Papoea-strijders. Het is een initiatief van veteranen die tussen 1942 en 1962 meevochten in Nederlands Nieuw-Guinea. Met het monument willen ze de Papoea's eren die destijds streden. Het Living Statues Festival in Arnhem is drukker bezocht dan ooit tevoren. De politie telde afgelopen weekend ongeveer 230.000 bezoekers. In de Arnhemse binnenstad waren zo'n 150 levende standbeelden te zien. Ook was het koopzondag en was het parkeren op straat gratis. Het festival is gisteravond afgesloten met een parade en de prijsuitreiking. Winnaar werd een levend standbeeld uit Portugal. 8 Duitsers die op eerste paasdag in Eibergen een ontvoering in scène hadden gezet, hebben de politie samen €3500 schadevergoeding moeten betalen. De politie rukte met mannenmacht uit nadat mensen hadden gezien dat een man werd gedwongen om in de kofferbak van een Duitse Audi te stappen. De wagen werd na een paar uur ontdekt. En een van de Duitsers die zei dat hij de ontvoering in scène had gezet voor zijn regisseursopleiding. De paarden van de Eurocommerce-stal in Lochem komen voorlopig niet meer uit op wedstrijden. De Rabobank, die eerder beslag liet leggen op de stal, heeft de paspoorten van de paarden geeft ze niet meer af. Dat zegt de woordvoerder van de stal. Dat is een grote strop voor Gerco Schreuder. De springruiter die won onlangs nog 2 zilveren medailles met het paard Londen op de Olympische Spelen. Leerlingen van de Van Heemstraatschool in Hattem die maken vandaag schilderijen van bewoners van zorgcentrum Hof van Blom. De actie maakt deel uit van de Internationale Ouderendag. Dat is vandaag. In het hele land worden activiteiten georganiseerd om met name 75-plussers een gezellige dag te bezorgen. De besmette gerookte zalm van visfabrikant Foppe uit Harderwijk is vermoedelijk veroorzaakt door een productiefout. Er wordt nog uitgebreid onderzoek gedaan. De zalm wordt onder meer verkocht bij Albert Heijn en Aldi en is uit de schappen gehaald. Bij het speciaal opengestelde informatienummer zijn tot nu toe 50 telefoontjes binnengekomen. Er zijn nog geen gezondheidsklachten gemeld. Een man uit Aalst is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot 2,5 jaar cel en TBS.
Volgens de rechtbank heeft de man in 2006 een meisje van 9 op een vakantiepark verkracht. De man moet het slachtoffertje ruim 5000 euro schadevergoeding betalen. De zaak bleef jarenlang onopgelost. Pas in 2010 kwam een doorbraak toen de Aalstenaar DNA moest afstaan omdat hij werd veroordeeld voor ontucht en het maken van kinderporno. Op de bom geslingerd worden door wel heel jonge snelheidscontroleurs. Dat overkwam enkele automobilisten vanmorgen. Ze reden iets te hard langs basisschool De Kanterel in Ermelo. U krijgt een bekeuring omdat u 35 rijdt en u mag hier 30 kilometer. Dat is mooi. U reed te hard. Oh, ik niet. Ze zijn heel streng, de leerlingen van De Kanterel. Het is een ludieke actie van de politie die samen met de leerlingen de automobilisten controleren. Zodat ze niet te hard rijden langs de school. Want dat gebeurt wel eens? Ja. Zelfs de lasergun mogen de leerlingen zelf bedienen. Ik vind het wel gaaf. Maar er zijn ook automobilisten die een pluim krijgen omdat ze zich netjes aan de snelheid van maximaal 30 kilometer houden. Krijg je niet altijd, meestal krijg je boete. Omdat het een ludieke actie is, worden er geen echte bonnen uitgedeeld. Op dit moment is het een beetje nep, ja. Het idee is om mensen bewust te maken van hun verkeersgedrag. Om ze gewoon eens op de kilometerteller te laten kijken. En we hopen dat het dus voor de toekomst werkt. Automobilisten zijn gewaarschuwd. Na de actie worden hardrijders op een echte bon geslingerd. In Apeldoorn komen de komende jaren bibliotheken, sporthallen en culturele accommodaties te koop te staan. Ook een aantal sportvelden gaat in de verkoop. Om welke gemeentelijke gebouwen het gaat is nog niet bekend. Apeldoorn gaat eerst overleggen met de gebruikers en dan komt er een definitieve lijst. De maatregel moet de gemeente over 4 jaar een besparing van zo'n 6 miljoen op het vastgoed opleveren. Zelfstandig werkende vaders en moeders met kinderen op de Heijenoordschool in Arnhem, die hoeven voortaan niet meer naar kantoor. De school heeft een leslokaal omgebouwd tot werkruimte. Tafeltjes, internet en een koffiezetapparaat moeten ouders naar de school toe lokken. Maar voor wat hoort wat. 4, 3, 2, 1, lippen! Tellen kunnen ze al, daarvoor hoeven ze niet meer naar school. Nee, dit lokaal is nu hun werkplek. Ik denk hier 2 ochtenden in de week mijn laptop open te zetten en mijn koffie te pakken en misschien een uurtje of 2 uurtjes te zitten. Ja. En mijn kind op te halen. Met een tafel voor je laptop, een koffiezetapparaat en draadloos internet heb je het ideale kantoor voor mensen met een eigen bedrijf. En dit project schooldelen betekent niet alleen winst voor de ouders, maar ook voor de school. Als ze zeggen van, goh, ik ben hier toch aan het werk, maar ik heb ook even frisse lucht nodig en ik vind het ook even leuk om kinderen te zien. Dan schrijf ik mij ook in om de pleinwacht te doen in de middagpauze en dan heb je 2 vliegen in 1 klap. Dus voor het gezinnetje Tuithof begon de maandagochtend zo. Denk je dat hij wel echt goed aan het werk gaat daar? Ja, dat wel. Dat doet hij altijd wel ook thuis. Ja, maar ik denk zeker dat het heel goed gaat werken. In de praktijk hebben we de eerste ouder al betrapt op uit het raam kijken. Gelukkig is de initiatiefnemende vader een strenge leermeester. Ja, anders werkt, zou ik zeggen. En dan het weer vandaag met Amara Onwuka. Ik weet niet of u zich de eerste paar dagen van oktober vorig jaar kon herinneren. Toen was het nog echt zomers warm, terrassen weer, mensen zonder jassen, korte mouwtjes. Vandaag was het natuurlijk een stuk frisser, maar we hadden niks te klagen zo op de eerste oktoberdag van 2012. Er zit wel ander weer aan te komen. Het wordt allemaal behoorlijk wisselvallig, maar morgen valt het eigenlijk allemaal nog best wel mee. Deze storing die komt dichterbij, gaat uiteindelijk ook over ons land heen trekken. Maar daarachteraan komen we toch weer eventjes in rustiger vaarwater. Komen we min of meer tussen 2 storingen in te zitten. Wel met veel bewolking, maar in ieder geval overwegend droge condities. Vandaag liet het zonnetje zich nog veel al zien, maar dat was niet overal in Nederland. Het westen had bewolkt weer en de eerste regen, dat gaat onze kant op komen. En vanavond en vannacht koelt het dan af naar 1 graadje of 12. Dus regenachtig weer voor vannacht met name. Veel bewolking en temperaturen van 1 graadje of 12. Morgenochtend druppelt het nog wat na in eerste instantie, maar vrij snel wordt het droog. Vanuit het westen wordt het wat lichter. Maar dat we nou echt veel de zon gaan zien,
Nou, dat gaat niet gebeuren. Af en toe komt hij tevoorschijn, maar de bewolking zal overheersen. Het is de rest van de dag wel gewoon droog weer. En de temperaturen komen dan uit zo rondom de 17 graden bij een matige zuidelijke wind. De dagen daarna is het ronduit wisselvallig. In eerste instantie niet zo heel veel ruimte voor de zon. Richting het weekend wel. En die temperaturen die gaan een stuk naar beneden. En tot zover het nieuws van vandaag. Dit zijn de hoofdpunten. De levenspartner van de dominee uit Ubbergen die zit vast. In het dorp is het het gesprek van de dag. En hele schapenkuddes die worden gestolen. LTO Nederland heeft het over een dievenbende. Dat was het. Ik wens u nog een hele fijne avond.